lid van de bibliotheek in mijn jeugd al. En dan praat ik over 70 jaar geleden, of iets minder. En van al die vele boeken die ik gelezen heb, is Noodlot van Lieke Peers eigenlijk het meest bijgebleven. Dat gaat over vriendschap tussen twee, dwingende vriendschap tussen twee mannen. Eindigt met een symfonie in het concertgebouw. Daar dondert het aan. En die zinnen heb ik altijd nog onthouden.